De Gulden Sporenslag van 1302 was eigenlijk een omslagpunt in de Nederlanden, want daarmee lieten de stedelingen zien hoe machtig ze waren geworden. Hè. Dat was echt wel een machtsfactor om rekening mee te houden. En het is ook een omslagpunt in onze historische context, want we komen aan bij de tweede deelvraag, die hier in dat blauwe vak ook staat. En we gaan eens dus kijken hoe die steden zich verder ontwikkelen. En dan focussen we in eerste instantie op Vlaanderen en Brabant, want dat zijn echt wel op economisch gebied de belangrijkste Nederlandse gewesten. En ja, binnen die Nederlandse gewesten, dan met name dus Vlaanderen en Brabant, er begonnen eigenlijk ook een heel netwerk van steden te ontstaan, waarbij iedere stad eigenlijk ook zijn eigen specialisme had. En dat zie je hier op dit kaartje rechts ook heel duidelijk. Ja, en die steden die uh, versterken zichzelf, maar ook een, uh, eigenlijk het hele netwerk van die steden ook wel door aan innovatie en aan schaalvergroting te gaan doen. Ja, dat zijn misschien een beetje vage begrippen, dus laten we daar eens wat voorbeelden van bij pakken. Eerst even innovatie. Ja, dat, dat betekent dus uh, vernieuwing. Hè? Er worden nieuwe, betere toepassingen bedacht, nieuwe uitvindingen gedaan, nieuwe manieren om te werken om te handelen en dergelijke. Zo komen er bijvoorbeeld betere schepen. En hier zien we de zogenaamde Kogge afgebeeld. En dat was een schip dat in de, de Noord-Duitse Hanze eigenlijk uh, heel veel gebruikt werd. Echt een uitvinding daar, nou ja, die werden in de Nederlanders ook heel veel gebruikt. Daarmee, uh, ja, die, die konden de zeeën beter bevaren en zo, dus het kon beter gehandeld worden. Er werden nieuwe kanalen aangelegd om steden met elkaar te verbinden, om ook de, de contacten tussen steden en de handel tussen steden beter te maken, om steden beter bereikbaar te maken. Uh, de stapelmarkt was een uitvinding. Uh, heel kort komt erop neer dat, dat, dat goede, goederen uh, die werden dan op een bepaalde plek in de stad, of in een bepaalde stad, dus eigenlijk opgeslagen om op een later moment, als de prijs er ook gunstig voor was, zeg maar, om dan weer verder verkocht te worden. En we zullen daar ook voorbeelden gaan zien van gespecialiseerde stapelmarkten. Uh, er wordt steeds meer een arbeidsverdeling gedaan, dus werd ook slimmer gewerkt. Als jij nou dit doet, dan doe ik dat. Uh, en er komt steeds meer specialisatie, hè? dus, dus uh, mensen gaan zich steeds meer specialiseren in dingen waar ze uh, goed in zijn. En je zag dus dat de ene stad, zagen we bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld Atrecht al eerder, dat was echt een lakenstad, nou ja, zo iedere stad wel zijn eigen specialiteit. Ja, en dan schaalvergroting dingen op een grotere schaal gaan doen. Uh, er wordt meer gebouwd in de steden. Die steden die groeien dus. Dat er komen grotere gebouwen, er komen meer gebouwen, er komen meer stenen gebouwen. Er komen ook belangrijkere uh, gebouwen, zoals een stadhuis en dergelijke. Uh, er wordt meer geproduceerd in de omgeving. Hè, dus ook dat verzorgingsgebied, dat, dat wordt belangrijker, dat gaat erin mee. Daar, daar, daar uh, komt ook meer uit voort. Uh, waterwegen, die kanalen die we al noemden bijvoorbeeld, maar ook havens die worden uitgebreid om die steden maar uh, goed bereikbaar te maken. En de handelsvloot, die, die, die koggeschepen bijvoorbeeld, er komen er ook steeds meer van. Dus op die manier komen er niet alleen nieuwe dingen, maar er komen ook meer van de dingen die goed werken, schaalvergroting dus. En dan pak ik er even drie steden bij, die daar een goed voorbeeld van zijn. van de zaken die hier eigenlijk op deze dia staan. En dan beginnen we met Brugge, want Brugge dat was het handelscentrum van de Nederlanden. Dat zagen we in de vorige video ook al. Uh, Brugge, ja, daar, daar kwamen handelaren uit Schotland en uit Engeland. En die, die, die hadden hun eigen kantoor, hadden ze ook in Brugge. En die hadden ook met een aantal aand, andere Vlaamse steden hadden ze samen de Vlaamse hanzen gevormd. zodat er gemakkelijk bijvoorbeeld Engelse Wol naar uh, Brugge kon komen. Maar uh, ja, de, daar hadden dus uh, de, de Noord-Duitse Hanze had daar een groot kantoor zitten, hè, een Hanzenhuis, wat we hier op de afbeelding ook zien. En uh, tegelijkertijd hadden de Spanjaarden die hadden hun eigen uh, kantoor in Brugge. En ook uh, de verschillende Noord-Italiaanse stadstaten die hadden allemaal hun eigen kantoor. En die zien hier uh, voor het deel ook aan het beursplein in Brugge liggen. Ja, en in Brugge zie je dan ook dat die kooplieden... dat die uh, op een slimme manier steeds beter handel proberen te doen... om die internationale handel ook goed te laten verlopen. En ze combineren dus de principes van de wisselbrief... die we al eerder hebben gezien... en de bank eigenlijk tot de eerste zogenaamde koopmansbeurs Nou ja, even die drie begrippen afgaan. Wisselbrief hebben we het al eerder over gehad. Maar dat was dus uh, zo'n brief waarin jij dus uh, kon zeggen... als uh, tegen een uh, handelaar in een ander land... hé, hey, wil je namens mij aan die en die persoon... Dit en dat geldbedrag uitbetalen. En op een later moment maak ik dat wel weer goed met jou. Dus echt een uh, verplichte schriftelijke betalingsopdracht voor een bepaalde plaats en tijd ergens in de toekomst. Maar een handelaar hoefde dus niet per se zijn handelsproducten zelf te verkopen en dat geld zelf in ontvangst te nemen. Dat kon dus ook via die wisselbrief. En dat maakt de internationale handel natuurlijk veel makkelijker. Uh, zeker in combinatie met een bank, hè, een, een plek waar, je dus, uh, waar geld wordt beheerd voor klanten, hè, waar, waar ook geld gewisseld kon worden en dergelijke. En dat leidde uiteindelijk tot de zogenaamde eerste uh, koopmansbeurs. En tegenwoordig ja, zien we die aandelenkoersen en zo bij de journaals altijd voorbij komen, de beurzen van Wall Street en de Damrak en dergelijke. Nou ja, de Koopmansbeurs is dus eigenlijk gewoon een, echt een fysieke plek, een gebouw dat helemaal in het teken stond van de handel. Waar handelaren dus samen konden komen, waar ze handel konden drijven met elkaar, waar ze afspraken konden maken met elkaar. En uh, ja, eigenlijk het, het, het centrum misschien dus wel uh, van de handel ook weer in zo'n stad. En in Brugge kwam dus die eerste Koopmansbeurs. Een andere stad was dus Antwerpen hè? En, en Antwerpen heeft uh, gewoon ook de geografie mee. Je heeft een goede ligging aan de monding van de rivier de Schelde die uitmondt in uh, de, de, de Westerschelde en dus zo in de Noordzee uh, uitkomt. Ja, en die ligging is niet alleen gunstig aan de zee, maar eh, Antwerpen heeft ook een goede verbinding met het Europese achterland. Hè, via rivieren, maar ook een aantal goede wegen die daar lopen. Dus er zijn heel veel Duitse handelaren, die, eh, of handelaren uit Duitse gebieden kan ik beter zeggen, die naar Antwerpen trekken. En ook eh, de Italianen, die weten steeds vaker over land... De weg naar de Nederlanden te vinden, via de Alpen om uiteindelijk zo in Antwerpen terecht te komen. Dus Antwerpen heeft wat dat betreft ook wel een, een, een goede plek, eigenlijk zeg maar. Er komen steeds meer handelaren naartoe. En ook uh, wordt het steeds meer toegankelijk voor nieuwe en grotere zeeschepen. Hè. Dus uh, Brugge krijgt op een gegeven moment ook het probleem dat haar toegang tot de Noordzee dat die eigenlijk verzandt en die wordt steeds uh, ondieper. En uh, dan is Antwerpen een goed alternatief. Ja, en een andere stad die heel erg opkomt, die ook heel erg belangrijk is en ook een voorbeeld van specialisatie eigenlijk weer, uh, is uh, Amsterdam. Amsterdam wordt namelijk in de loop van de 14e eeuw een gespecialiseerde voorhaven voor graanhandel met het OC-gebied. Nou, dat is een hele mond vol. Waar komt het eigenlijk op neer? Nou, in dat OC-gebied, en dat zien we hier op dit kaartje ook al staan, wordt heel veel graan geproduceerd. Veel meer dan dat er daar zelf uh, gegeten hoeft te worden, hè, want er wonen maar weinig mensen. En daardoor wordt er heel veel goedkoop graan geproduceerd, en dat wordt eigenlijk uh, ja, via Amsterdam, dat wordt naar Amsterdam uh, gebracht. Hè. De, de Hollandse handelaren gaan dat daar halen. Amsterdam wordt een stapelmarkt ook voor, uh, voor dat OC graan, en dat wordt vanuit Amsterdam wordt dat weer naar andere gebieden in Europa verder verhandeld. Ja, in Brugge, Antwerpen en Amsterdam zijn ze dus al drie voorbeelden van steden die dus binnen dat stedelijke netwerk in die Nederlanden. Eigenlijk hun eigen specialisatie hebben en hun eigen innovaties door gaan voeren.